eerste wedstrijd voor PSV in het jaar 2020. Later wordt er op dit terrein nog geoefend tegen opnieuw een Belgische tegenstander. Eupen is dan de tegenstander. Maar nu eerst dus het duel met Club Brugge. PSV begint met Lars Oenerstaal. Op doel achterin de heren Dumfries, Schwab, Viergever en Justin de Haas. Het middenveld bestaat uit aanvoerder Ibrahim Afellay, Pablo Rosario en Ryan Thomas. En voorin Noni Madueke, Bruma en Mohamed Iataren. Madueke. En een hoekschop voor PSV. En wellicht een eerste mogelijkheid voor de ploeg van Ernst Faber. Iataren met de trap. Dumfries. En de omhaal is van Justin de Haas. Mist de kracht. Balletje uiteindelijk een eenvoudige prooi voor Ethan Horvat. Maar voorlopig zijn het hier de Belgen met heel veel ruimte. De voorzet en dat had zomaar de 1-0 kunnen zijn. Rosario met veel ruimte. Hetzelfde geldt voor Bruma. Kan die de turbo aanzetten? Bruma. Thomas. Madueke. En daar, daar de 1-0 voor PSV. Maar Madueke ziet kans om deze bal naast te schieten. Bruma. Iataren. Iataren met het schot. Ja, en Madueke was er dichtbij. Iataren is er op zijn beurt dichtbij. Vlietink. Rits. Daar is de voorzet. En daar is de kans en daar is de treffer. En dan is het toch Jelle Vossen die die goal maakt. En zo na 53 minuten spelen de 1-0 voorsprong voor Club Brugge. En Lars Oenerstaal gepasseerd. Dit is Guti op Jordan Theze. Deze goed balletje op Jorrit Hendricks. Hendricks naar zijn linkerbeen. Ah, dit scheelt weer niet veel. En zo is PSV toch een aantal keren dicht bij een treffer. Dit de eerste echte grote kans van de tweede helft. De inzet van aanvoerder Jorrit Hendricks. PSV via Gakpo, Hendricks, Jorrit Hendricks. Ja, de grootste kansen zijn toch voor PSV. Maar die van Perisic, die kennen ze in België. Aandachtig toeschouwer, Vormer. Hendricks werkt weg. En dan dit schot en wat een prachtig doelpunt is dit van Eduard Sobol. In één keer op de pantoffel genomen. Zo de 2-0 voor Club Brugge. Olly Olly, dat is Boskaï. Die vindt hier Cody Gakpo. Nou, dit ziet er gevaarlijk uit. Cody Gakpo met de voorzet. Doan met de treffer. Prima uitgespeeld. De bal naar de buitenkant, naar Cody Gakpo. Die legt terug op Ritsu Doan. En dan staat het met een minuut of 11 te spelen. 1-2 nog altijd in het voordeel van Club Brugge. Maar de aansluitingstreffer is gemaakt. Hendricks met de bal op Cody Gakpo. Gakpo met de kans. Is dan wat te wild. En jaagt die bal over het doel. Het zit erop. PSV, Club Brugge eindigt hier in 1-2.